De Nationale Partij Suriname, NPS, zal vandaag haar besluit kenbaar maken over de positie in de coalitie. Vanaf het afgelopen weekend is er overleg gepleegd met de structuren van de partij. Vernomen wordt dat het zo goed als zeker is dat de NPS uit de coalitie treedt. De ministers Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Silvano John Ahing van de Ruimtelijke Ordening zullen hun portefeuilles ter beschikking stellen van president John Santokhi. Het NPS-hoofdbestuur belegt om 11 uur een persconferentie. Zaterdag heeft de afdeling Paramaribo besloten dat de NPS uit de coalitie moet treden. Hiermee was de partij reeds met één been uit de coalitie. Deze kwestie speelde al eerder. In oktober is er een congres gehouden waarbij het hoofdbestuur gemachtigd is naar bevind van zaken te handelen.